Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, het is misschien voor jullie wel middag of avond, maar voor mij is het ochtend. Een nieuwe vlog op de PTK, welkom, leuk dat je kijkt. Vlog die je misschien niet zou verwachten. Het zit namelijk zo, ik heb al heel lang heb ik de wens, ik wil ooit een keer naar Luxemburg. Maar dat is ooit, weet je wel, dat hoeft niet per se nu te wezen. Maar ik heb ooit een keer de wens om naar Luxemburg te gaan. Waarom? Er staan gewoon heel veel nationaliteiten door elkaar. Er staan Belgen, er staan Nederlanders, er staan Fransen, Duitsers. Dus ik lijkt mij een keer leuk om daar de sfeer mee te maken. Maar voor mij uit is het dik 3 uur rijden. En ik, ja, dat vind ik gewoon lang. Vind ik eigenlijk te lang. Maar goed, er kwam een lijst uit. Tenminste, een voorlijst die ik van iemand hoorde. Die op de kermis werkt. En toen dacht ik, nou, het is toch wel heel interessant. Er staan toch wel een paar attracties bij waarvan ik denk, nou, dat is wel de moeite waard. Dus ik zo is een beetje bezig geweest de afgelopen weken met te kijken van, nou ja, kunnen we het toch doen. Vandaag had ik ook nog een plan B. Ik zou ook naar Alkmaar kunnen gaan en dan naar Naaldwijk. Dat was mijn plan B. Mijn plan C was naar de vergadering van Radio Perfecto, maar dat is wat was plan C. Maar het is toch plan A geworden, omdat Kelvin dat heel goed heeft kunnen regelen. Die heeft een hotelletje geregeld voor vanavond. En wij rijden zo meteen gaan we richting Luxemburg. Dan komen we daar aan, denk ik, zo rond een uur of 3, 4. Proberen we daar aan te komen. En dan gaan we s'avonds de kermis op. Ga ik een review maken. Misschien ook een paar vlogbeeldjes maken. Maar misschien zet ik wel een paar reviewbeelden in de vlog. Dat kan ook. Maar ik laat je nog wel wat zien van de kermis. Maar goed, ik dacht misschien wel leuk om rondom een vlog te maken. Dus we gaan... we hebben een hotelletje vannacht, dan blijven we daar, want ja, 3 uur terugrijden, 2 uur sluit de kermis daar, je hebt daar de tijd wel nodig. Dus dan 3 uur later, dan ja, goed, 2:30 bij de auto, 3 uur. Nou, dan ben je pas om 6 uur 's ochtends thuis, ja, dat is ook niet te doen. Dus ik zei, ja, een hotelletje hebben we even Kelvin geregeld, dus we slapen vanavond in een hotelletje. En morgen dan is eigenlijk de bedoeling om wat vroeger uit bed te gaan, dus dat wordt ook een heel kort nachtje. Na het ontbijt dan. We hebben eerst nog een ontbijt. En dan wil Kelvin eigenlijk nog even Luxemburg zelf in. De stad, het centrum. Even kijken hoe dat eruit ziet. Daar is hij heel benieuwd naar. Ondertussen gaat de klok. Dus hij wil Luxemburg zelf even in. En dan gaan we daarna nog even terug naar de kermis. En dan zullen we morgen zo rond een uur of 3, denk ik, weer vertrekken vanuit Luxemburg. Terug naar Goes. Dus dat wordt een heel avontuur. Dan ben ik weer een beetje op tijd thuis om alles voor te bereiden voor de volgende dag. Want dan moet ik weer werken. Wordt heel apart. Dat zal ook niet elk jaar gaan gebeuren. Dus ja, ik dacht, dit is toch iets speciaals. Ik neem jullie mee in de vlog. Zometeen komt Kelvin me ophalen. Kelvin rijdt. En dan gaan we richting Luxemburg. We hebben nog een paar stoppen. Eentje in Wommelgem, België, gaan we even tanken. Dat is natuurlijk goedkoper als in Nederland. Dan rijden we door naar Luxemburg. Dan wil Kelvin ook nog het een en ander eventjes doen. In Luxemburg zelf, want daar is iets anders goedkoop. En dan rijden we door naar Luxemburgstad, waar de kermis is. Ik ben heel erg benieuwd. Blijf kijken en laat je verrassen, deze vlog. Bijzonder! Ach, heerlijk! Maar tegelijkertijd ook best wel spannend natuurlijk. Hè? Oeh, het is zo spannend. Yo Kelly, we zijn onderweg. Ja, je moet nog 1 ding vertellen. Hè? Het was geen 3 uur rijden, hè? Nee, het is geen 3 uur rijden. 2 uur nog wat. Oh. Maar met jouw tussenstoppen het is, wel. Het is 2:45. Maar met jouw tussenstoppen is wel langer rijden. Nou ja, ik moet even wat sigaretten halen. Zo. Oh, dat wilde ik niet zeggen in de vlog. Dat vind ik niet zo kinderengericht. Wat benzine pakken in België. Ja, dan zijn we nu bij Wommelgem. Wommelgem, ja. Ja. Dan gaan we even tanken mensen en dan rijden we door richting Brussel en dan zo ja, via Luxemburg. Brussel. Beetje zin in? Nou, jij niet hè? Nou, ik vind het altijd best wel eng als ik, ja zeker. Nee. En zeker omdat ik het nu zelf niet geregeld heb. Straks heb je wat verkeer gedaan, dan staan we daar zonder hotel. Nee joh. Zou ik maar zeggen. Trek mijn baks wel open. We gaan steeds missieus lullen in de vlog zeg. Oh ja, sorry meneer, maar ik ben hier. Oh. Ja, mensen. Kijk. Dit is onze vaste adres. Ja. Laten zien, altijd als we naar Fantasialand gaan. Texaco? Oh nee, het is geen Texaco. Nee. Bij Q8 mensen. En ik weet alleen niet hoe duur de benzine is, maar ik weet in ieder geval dat het heel weinig is. Ik denk 1,32. Want ik
Ik tank hier altijd. Kijk, hier midden in dat land heb je drugsdealing. Daar rij godverdomme toch door, man. Oh. Zo, dat is ook nou, een mooie. Goed, wij gaan even tanken dus bij de Q8 Easy. Of wat is dat? Q8 Easy. Heerlijk, lekker easy. Al die tering. Relax. Take it easy. Doei. Tot straks. Tot straks. Ja. Zo. Nou, mensen. Nog steeds onderweg en we staan in file bij Brussel. Godverdikke, wat is dat een kutzooi. Maar we zijn op de goede weg. Wie is dat? Vette wagen. Heerlijk. Kelly, gaat goed hè? Alleen een beetje traag verkeer hier zo. Lekker Franse radio erbij. Ja, oh ja, heerlijk. Ja hè? Ja, zo. Heerlijk. Kijk mensen, daar staan we. Geluidswalletje, mooi geluidswal trouwens dit. Ja, dat zie je wel eens lelijker aan de Nederlandse wegen, maar hier ziet het toch best wel natuurlijk uit. En hier krijg ik altijd toch wel een beetje dat buitenlandse gevoel als ik hier rij. Ik weet niet wat dat is met die bomen en zo. En zo meteen heb je allemaal van die heuvels. Antonie. Kenteken. Antonie. Antonie. Oeh, Antonie. Oh ja. Kom nu pas binnen. Ik weet niet of hij ook die video's kijkt, Antonie. Antonie, kijk eens even. Nummertje 20, hè? Nummer 20. Oh nee, maar dat bedoel ik niet. Hè? Ik ken iemand die Antonie heet. Antonie. Oké. Okay. Ja, maar ik weet niet of hij de video's kijkt. Doei! Ah, toch Kelly? Oeh. Oh, ja, zeker. Ging goed onderweg. Ja. En we zijn ondertussen aangekomen in het hotel. Hoe heet dat hotel hier, Kelly? Ibis. Ibis. Ibis Thailand. Nou, dat is niet normaal, mensen. Weet je hoe goed dat hier geregeld is? Kijk eens, dat is de deur. Fantastisch, hè? En heb je één bed hier. En nog een bed. En spiegeltje. Spiegeltje aan de wand. Kelly is de lelijkste van het land. En jij bent de dikste van het land. Dat klopt. Hoi, mensen. Hey, van wie is deze pas nou? Hier nog op mijn bureau, van jou. Je bent ook een slordige lul, want deze pas die is van jou. Oh, dat is mijn pas, mensen. Mijn pas. Ik ben een slordige lul. Ik zal even kijken, mensen, want er zit nog één addertje onder glas. Dat gaan we zo meteen even uitleggen aan de mensen. Ik laat even de badkamer zien, de dingetje. Kijk, hier. Mensen, mooie douche. Prachtig. Wat heb jij nou gedaan, joh? Waarom? Oh, je hebt lopen handen wassen zeker? Ja, waarom? Hier. Ja, omdat er allemaal sop in ligt. Kijk. Spiegeltje en de en de wc. Heerlijk.
Nee, mooi mensen. Oh, ik heb net over de bril heen gepiest. Nee, het is echt, Kelly, dat heb je goed uitgekozen. Ja. Wat het leuke is in Luxemburg, gaan we ook even vertellen. Want er werd ons net verteld, tenminste hebben we het Kelly net verteld, dat de bussen gratis zijn. Klopt, hè? Dat ziet er raar uit, dit. En wij kwamen hier de straat binnenrijden, mensen. En ik zeg tegen Kelvin, heb je goed op Google Maps gekeken? Ons hotel, mensen, ligt midden naast een, vertel het eens. Ja, stripclub. Hoe even, waarom heb je dat nou uitgekozen? Ik heb geen flauw idee. Maar, gaan we er vanavond heen? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, ik ga wel even naar binnen denken, hoor, mensen. Ja, mocht je niet weten wat een stripclub is, omdat je nog... Ik doe de deur op slot, hoor, dus ik weet niet. Ja, maar ik heb mijn hek hard. Ja, maar ik doe hem hier op slot, Ja, dan kan hij nog open. Voor de mensen die niet weten wat een stripclub is, vraag het aan je moeder. Ik denk dat het gaat over... Die zal vast en zeker hebben gewerkt. Asterix en Obelix, toch? Gaat toch over? Asterix en Obelix? Ja, strip. Strips, toch? Oh, of Donald Duck. Ja, zoiets. Doei, mensen. We gaan zo naar de kermis. Oh, heerlijk, mensen! Mensen, welkom bij de Nightshot. Ja, je zou denken van die jongens die zitten twee dagen, nou bijna twee dagen, zitten ze constant op die kermis, want ze zijn kermisfans.
niet helemaal waar, hè, Kelly? Nee, dat is zeker niet waar. We zijn nu op een plekje in Luxemburg. We zijn net in het centrum geweest. We zijn vlakbij het station. Erg leuk centrum. Nu zijn we vlakbij het station en er staat mensen een brug. Eigenlijk moet je dat zonder nightshot laten zien, want dit ziet er zo... Oh ja, dat ziet er heel raar uit. Wacht even, ik doe het zonder nightshot. Hoe zet ik die uit? Kan ik die zo uitzetten onder het ding? Ja, hij is uit. Dit is zo mooi, mensen. Kijk hoe dit gebouwd is. Dat is geweldig. En wat Kelvin net al terecht zei... Als je dit in Nederland zou bouwen, dan zit dat ding helemaal onder de gravity. Binnen een jaar zit dat ding onder de gravity. Hier niet, hè. Ziet er gewoon nog prachtig uit, man. Daarboven hebben we vanochtend gelopen. Een heel Luxemburg vanmiddag. Is mooi. En ja, heel Luxemburg is goed onderhouden trouwens. En de auto's, jongen. Er zit hier geld, jongen, in Luxemburg. De Lamborghinis kwamen ons voorbij. Zo, niet normaal. En de Mercedes, maar dit is gewoon, dit is echt mooi. Dit is echt genieten. Dit is echt prachtig, man. Als je dat... En dat zei tegen Kelvin ook. Als je nou hier bent, hè. Volgens mij kunnen we nog dieper. Even die nightshot weer aan. Even een foto maken. Hij zei dus, als je dus hier bent, hè. Als je hier woont. Of woont of zo, dan heb je het heel rustig. Want al het geluid van de echte stad zit boven je. En niet beneden je. Oh, dat is hier. Ja, dat is boven. Ze lopen hier boven in de tunnel. Ja, er zit nog een tunnel onder ook, ja. Dan kan je onder die brug hangend lopen. Ja, dat is... Kijk, daar heb je het. Het is echt mooi. En als je dan boven staat en je kijkt dat die diepte hierin... Ja, dat... Ik wist echt niet dat het zo diep was, joh. Dat is weergaloos. Dat is prachtig, mensen. Het is echt wel een waterpik, maar moet even aan de overkant. Een waterpik. Nee, maar dat is... Kijk, ik heb net genoten van de kermis. Het was alleen een beetje te druk, naar mijn mening. Pet. Ja. Dan kan je zonnebaden. Oh, je kan helemaal naar beneden ook, of niet? Loop er een pad naast. Ja. Ja, dan gaan we maar eens doen. En ik heb genoten van de kermis, maar dit is ook heel mooi, mensen. Als je toch in Luxemburg bent, dan moet je dat gewoon even opzoeken. En wij hebben het geluk dat we zo meteen in een hotelletje zitten. Heerlijk. Ja. Toch? En dan morgenochtend ook weer eventjes vroeg de nesten uit. Ja, maar ik weet, ja. Een watervalletje. Ja, zeker. Ik hoor het water hier ook al stromen, dus. En hier hoor ik het water ook stromen, dat is het riool. Ja. Nou, dus, met Gerard van Joling neem afscheid. Als je afscheid. Ooit in Brussel en Luxemburg bent, niet alleen de kermis, maar ook zelf de stad verkennen. Ja. Als je er tijd voor hebt, moet je zeker doen. Ja, ja, gewoon tijd voor maken. Oh, ik hoor net dat je er tijd voor moet maken met je luie donder. Met je luie harren. Nou mensen, we hebben... Ja, ik heb niet zo lekker geslapen. Heb jij lekker geslapen vannacht, Kelly? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ik heb wel goed geslapen. Oké, nou ik niet. Het komt omdat ik een beetje te warm had. En ik kan in warmte niet zo lekker slapen. Maar dag 2 is aangebroken. We hebben net ontbijtje gehad. Lekker. Goed ontbijtje. Goed ontbijtje, lekker hoor. Niks mis mee. Uitgecheckt. En we zijn een rondje gaan toeren. Maar ik vergeet helemaal te vloggen. Maar dat vind ik, ja, daar ben ik wel blij mee. Ik zei tegen jou ook, Kelly. Als we nou niet dat hotel geboekt hadden, dan hadden we dit allemaal niet gezien. Nee, dat is waar. En het is echt prachtig hier. Het is echt prachtig. Wauw. Eigenlijk moest je die stad van Luxemburg zelf laten zien, hè? Zo, maar die stad van Luxemburg. Oh, en die brug. Oh, ja, die prachtig. Brug. Maar ik had eigenlijk meer moeten filmen onderweg. Maar goed, als je me volgt op Instagram of zo, of op Snapchat, dan had je het allemaal kunnen zien. Maar het is echt prachtig hier, mensen. Kijk, wij lopen nu in de bossen. Kon hier ook met en dan, ja, ik denk het ook, ja. En daar beneden is dan de weg, maar hier heb je echt veel heuvels en ja, of kan je het meer bergen noemen? Nee, heuveltjes. Heuvels, hè? Heuvels, soms wel eens bergen. En dan, als je dan boven staat, heb je zo'n heel ver gezicht. Ja, prachtig. Ik vind het echt mooi. Uitzicht bedoel je? Ver gezicht is ook gewoon een normaal Nederlandse ding. Ja, dat is wat ouder woord. Oké. Okay. Ik ben ook iets ouder dan jou. Dat zou je niet altijd... Ja, zo gaat het wel lekker zo'n beetje elkaar lopen klooien, hoor. Nee, maar het is echt mooi. Heel veel bossen. Zelf Luxemburg stad. Nee. Zelf Luxemburg stad is ook prachtig, mensen. Kan ik je vertellen. En we gaan hem even uitdoen, want er komt een hardloopster aan. Zo, die loopt behoorlijk hard. We zitten nog steeds in het bos, mensen. Maar dit is een beetje wat ik dus bedoel. Ik hoop dat ik het op beeld net zo goed kan laten zien als in het echt. Maar ik denk dat weer niet lukt. Kijk, dat is gewoon prachtig. Je kijkt daar zo, zeg maar, ja, de verte in. En je ziet daar ook in de verte een weg lopen.
Volgens mij hebben we daar net ook gereden. Nee. Hebben we net niet gereden, hoor ik. Maar het is echt mooi. Ik had het niet verwacht achter Luxemburg. En het is echt zo dat als ik hier een dagje naartoe was gegaan naar Luxemburg, dat ik echt alleen maar de kermis gezien heb en voor de rest geen ene flikker. Hey, ik loop terug, hoor. Maar dit is echt prachtig. We lopen terug, hoor ik net. Ja, we kunnen blijven lopen. En we moeten nog even vanmiddag naar de kermis, want we willen vanmiddag ook weer op tijd terug naar Nederland. Toch, Kelly? Ja, maar het is toch met 2 uur en 1 kwartier, in 3 kwartier rijden. Ja, maar goed. Dan nog. Het is toch even een ritje. Dat is goed, we komen ongeveer 12:15 aan, 12:30 op de kermis. Ja. Hopen. Maar we moeten toch even tanken, denk ik, of niet? Ja, maar dat doen we zo wel even. Lekker goedkoop hier, mensen. Dat valt op zich wel mee. Ik had wat goedkoper verwacht. 1,20, is dat niet? Dat is toch goedkoper als je het vergelijkt met Nederland, joh. Tuurlijk. Heerlijk. 40 cent. Nou, dat moeten we ook hebben. Nee. Oh jawel, tegenwoordig 40. Nou, dat is toch top. En wat is België ook weer? Wat is dat ook alweer? België? België? Hoeveel was die? 1,29. Oh, 1, ja, valt ook mee. Valt ook mee. En zo moet je toch een beetje kijken, mensen, want dat kost allemaal. Het is een dure hobby, kermis. Dat vergeten mensen wel eens. En autorijden ook. Autorijden ook, ja, dat zeker. En dan rij ik weer hier en daar naartoe. Oh, Kelly, ik gooi nog wel wat boven de, reiskosten voor dit rondje hier. Nee. Jawel. Oké. Okay. Nou, €70. Ja, mensen snappen hem niet, want mensen weten niet waar ik dit vandaan haal. Maar nee. Kelly die ging een keertje rijden naar Düsseldorf en er kwam een berekening uit. Dat is bullshit wat je nou zegt. Hij wilde gaan rijden. Kwam een berekening. En jij, en jij zei? Wat zei ik? En jij zei ja, omdat ik geen zin heb om te rijden. Oh ja, omdat die Clio, die banden die moesten worden vervangen. Oh ja, die banden moesten worden vervangen. Ja, Kelly, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel het kost. We gaan met z'n drieën. Ja, reken maar. Komt hier met €70 per persoon aan. En ik, ja, het was, dan kan je 2 keer van de tussendoor. Ik heb het verdubbeld. Ja, ik heb het inderdaad verdubbeld met nog wat extra marge erop. Ja, dat is zeker. Dat red je nooit naar Düsseldorf. Maar goed, ja, zo is Kelly dus. Dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk ben ik toch zelf gereden met de Clio. Dit heb je wel veel betaald voor dit ritje. Ja, maar goed. Ja, maar niet €50 maar. Ja, oké. Okay. En dan hotel erbij nog €50. Dus het valt best mee, €100. Het is 640 kilometer heen en terug. En nou met dit extra erbij, zullen we nou hebben gereden ongeveer? Ja, ik denk dat je nu staat ongeveer. Ja, dat is ook niet normaal, mensen hier. Auto's. Ik weet niet of ik dat al verteld heb in deze vlog, want ik weet het al niet meer. Maar hier rijden auto's rond, jongen. Dat is niet normaal. Echt, elke straathoek zie je wel een speciale wagen. Zo, en dan geluid door dat Luxemburgstad. Oh ja, dat is mooi. En die trams hier, hè? Oh ja, die trams. Oh, dat is ook niet normaal. Gewoon verlichting in de stoelen en zo. Het ziet er echt prachtig uit. Mensen, ik ga het afsluiten, want we zijn wel heel erg pro-Luxemburg bezig. Maar ja, het is ook mooi. Het is ook gewoon mooi. Het is ook mooi. Het is niet iets van vakantiegevoel of zo. Het is een heel mooi land, vind ik. Ik vind het wel. Ja, ja, doei. Kijk, dit zijn nou van die dingen, mensen. Oh, kijk, ze zitten er net achter. Kijk, met dat, hè. Wauw, wat is dat toch mooi. Maar die ene van de net was net wat mooi. Ja, ja, van de net, ik heb al heel veel gemist. En van die dorpjes, hè. En alles ziet er gewoon goed onderhouden uit, hè. Alle huizen, kijk hier. Oh. Veel gestukte gevels, dat wel. Maar het ziet er echt goed uit. Mooie auto's. Het is een rijk land, heb ik me laten vertellen door Kelvin, toch? Het is een van de rijkste landen van Europa. Juist, een van de rijkste landen van Europa. De rijkste. Maar dat kan je wel zien, hoor. Dat kan je echt wel zien. Nederland de rijkste. Nee, dat is bullshit. Dat kan niet. Nou, dat weet je maar nooit. Nederland is ook een van de rijkste, hoor. Ja, Nederland is ook een van de rijkste. Samen met Luxemburg. Maar dit is echt mooi, hoor. Er zijn mooie dorpjes. Ja, het is gewoon prachtig. En dan hebben we ook nog eens een mooi hotel. Dat is, moet ik ook eerlijk zeggen. Naast een stripclub. Het is er allemaal... naast een stripclub. Maar ja, stripclubs hebben ze ook wel genoeg daar in Luxemburgstad. Goeie genade. Nee, maar het ziet er echt mooi uit. Zometeen zal ik nog wel eens een shotje proberen te maken. Als we nog wat moois tegenkomen, hoor. Want dat is de vraag. Wij rijden gewoon maar een beetje op goede gok, weet je wel. Dat ook, hè. Ziet er ook mooi uit. Ja. Het is echt allemaal heel erg mooi, mensen. Ik weet niet of jullie dit erg vinden als jullie dit zo af en toe in de vlog zien. Het zou wel kunnen, hè. Dat je dat vaker in de vlog gaat zien, dit soort dingen. Kijken. Zo moet ik krijg ze pomper op de mel. Ja, dat zal hè. Ja, je gaat mijn kijkers niet lopen slaan. Dan slak jou. Dat zou ik maar zeggen.
Nee, maar dit want je is... je hebt de wiel gezien, hè? Ja, of met die boksbal. Nee, we hebben geen vlog gemaakt daar, toch? Oh, nee. En ik mocht niet filmen, dus. Dat is waar. Want anders had ik het in de review geduwd. Ja, je sloeg harder als ik. Maar ja, ik kan er helemaal geen reet van. Ik ben nooit geen vechtersbaas geweest. Kelly wel, hè? Die heeft wel eens mensen stoot losgeslogen. Hé. Hey. Er komt een grap. Totaal los. De Schelde-tunnel. Oh nee. Maar nou, het is wel een mooi tunnel. Dit is 10 keer zo mooi, hoor. Dat klopt, ja. Prachtig, mensen. Prachtig. Dit is mooi, dat geluid, hoor. Prachtig, hè, mensen. Prachtig, prachtig, prachtig. Oh, hier hebben we dat hotel weer. Hier hebben we vanochtend ook al gereden, mensen, maar het is echt mooi. Dit is Luxemburg stad weer. Ja, maar dit is niet... Wat? Dit is toch niet mooi, hoor. Fontein, heerlijk. Kijk eens. Ook een mooi gebouw hier. Er zijn wel veel mooie gebouwen. Zo, hier, AMG. Oh ja, hoppa, lekkere dikke auto's, hoppa, hoppa. Kijk, nu zie je Luxemburg. Ja, daar zit Luxemburg stad. We rijden zo in. We rijden zo in, we knallen erin, baby. Dat zou ik wel zeggen. Dat even voor de mensen die niet weten wat dat betekent. Dat is, zal ik maar zeggen, hè? Zal ik maar zeggen. Ja, als je dat gleufje hebt, dat is niet van een spaarpot, zeg maar. Ja, je gaat die grappelen, zit die altijd van je vader? Eigenlijk wil ik even nog naar die brug, maar dan weet ik niet meer waar die brug is. Oh ja, oh, die brug, dat was mooi gisteravond, mensen. Maar ja, daar hebben jullie al meteen. Oh, die andere brug, die rooi bedoel jij. Ja, maar van die andere mooier. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, waar we gisteren zijn geweest. Dan rijden we even langs het station. Hè? Ja, dan wil je dan zeker dat ik laten zien waar die stripcap zit, Flippo. Nee, nee, nee. Oh. Maar ik weet de weg wel. Zijn we gisteren geweest trouwens, hoor. Mensen. Ze was wel prachtig om te zien. Wat? Luxemburg? Of... stripclub. We komen nu Luxemburg in. Als het goed is, tenminste, we zitten al in Luxemburg. Kijk, prachtig met dat ding. En hier ergens, hé, hey, hier zie je gewoon dingen gewoon helemaal erbovenuit steken. Ik zag, hoe heet het, Aeronaut. Oh, echt? Die zag ik er bovenuit steken, joh. Oh, ik dacht dat hier die brug was, maar die brug is hier nog niet. Oh ja, hier heb je die stad, maar dat is moeilijk te zien, denk ik. En daar heb je die, ja. Hier zit al, in Luxemburg stad zit al hoogteverschil in. Ja. Zijn net helemaal daarboven geweest bij die zetmast. Oh ja, inderdaad, ja. Ja, dat is die zetmast van net. En hier was er eentje net onder de grond bezig. En voor de Belgen? Q8, baby. Waarom voor de Belgen? Is het toch Belgisch of is dat niet Belgisch? Ja, omdat toevallig in dingen zit en wommelgeen. Maar het is niet Belgisch. Maar in Nederland hebben we dat niet. Jawel. Oh, in Nederland hebben we het ook. Ik dacht dat het echt Belgisch was. Heerlijk, lekker tanken 1,24. Helemaal niet, 1,21,9. Maar ik ga 98 doen, hoor. 98, dat is 1,28. Zo, heerlijk. Geef eens even gas, baby. Maar hier werken ze dus ook gewoon op zondag. Ja. Dat is ook apart, mensen. Zak maar zeggen. Oh, mooi kasteeltje hier. En die zijn er ook heel veel, hè? Ja, die zijn er heel veel. En camera's, zijn ze ook gek op. Ja, ik ook. Om te vloggen. Of om te reviewen. Hoppa. Ja. Hoppa. Het is wel drukker, hè, als net. Het is veel drukker als net. Gisteren zagen jullie een prachtige brug in de vlog. Echt een prachtige brug. Knap hoe ze dat gemaakt hebben. Ze hebben hier ook een stalen versie. Dat is van 1900 tot 1908 gebouwd. 1900 tot 1908. Dat is interessante informatie. En dat krijg je natuurlijk alleen maar hier op de Pettenkaan. Dat was de Adolfbrug. Oh ja, de Adolfbrug. Heeft dat wel met Hitler te maken dan? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Maar, hoe heet het? Ze hebben dus ook de stalen versie. Die is een slagje hoger. Een slagje hoger? Nou, een behoorlijk slag hoger. En daar gaan we nu even onderdoor. Hier. Die komt hij aan. Dat zal ik je vertellen. Daar komt hij. Als we er mogen komen, want die mag hier niet eens in. Nee. Nee. Het is een fietszone. Maar daar heb je dus die brug. Maar ja, daar kunnen we dus nu niet komen. Maar het is echt mooi. Ik hoop echt dat ik het... En hier dat riviertje. Het is... Ik hoop echt zo. Hier eventjes kunnen we even scheurherstel doen met Kwant. Kan ik vertellen.
Maar, hoe heet het? Oh, nu komen we er wel onder. Wat wou ik nou zeggen? Hé, hey, stil eens even, want ik wil het niet meer. Mezelf, die brug, je ziet daar wat onder hangen. Hey, met Luxemburg, let's make it happen. Daar, die zijn ze aan het schilderen en dat doen ze dus in dat, ja, in dat hangende ding. Stil nou, je even. Godverdomme, hou je grote smoel. Zit niet te vloeken in mijn vlog. Ja, hou je smoel dan. Hier, kijk weer die golf. Een zelfrijd. Daar hebben we nog zo'n brug, mensen. Wauw, waar de trein overheen rijdt. Helemaal gemetseld. Wauw, prachtig. Oh, dit is een privéterrein waar we nu zo staan. Dat is echt prachtig, ouwe. Het is echt heel mooi. Het is echt een mooie stad. Met mooie gebouwen. Kijk hoe mooi dit is. Het is echt een prachtig bouwwerk. Hier. Moet je kijken hoe ze dat vroeger bedacht hebben. Hè? En het is allemaal zo stevig gemetseld dat er een trein overheen kan rijden. Dat is toch prachtig, mensen? Dat vind ik heel mooi. Vind ik echt mooi. Kijk hier. Hoe dat eruit ziet. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Oh, en mensen zitten gek te kijken. Dat is de film uit de auto. Je zit hier weer spiegel van Patrick en haar. Je bent ook een boerenlul. Ja, ik ga toch niet altijd met de raam op rijden. Oh, nu zit ik al verder te filmen. Dat vindt hij leuk hoor, een beetje rijmen. Zo, mooi mensen. En hier ook, ja, dit hier. Dat heb je niet gezien en dat hier, daar. Hier. Oh ja, daar heb je die brug. Oh, daar hebben we die brug weer een keer, ja. Ik kan net misschien. Hier, kijk naar voren, dat is ook wel. Oh, mooi kasteel weer. Of kerk, of wat is het? Een kerk hier. Zo, kijk dit dan. Ja, dat is dat Europese shit. Daar. Oh, daar hebben we vanochtend Tokio. Zo, ja, maar die diepte ook. Oh, prachtig mensen. Ik hoop echt dat ik het goed kan overbrengen. Maar ik doe mijn best, want dit is echt prachtig, prachtig, prachtig. Kijk dit. Wauw, wauw, wauw. Dat zijn die hoogste gebouwen. En dan opeens, hè. Dit soort weggetjes. Hier, kijk boven hier. Ja. Stag bazaar. Stag gewoon je huis boven. En dan heb je rotsen. En trouwens, deze muur is gewoon zelf gemaakt door mensen. Ja. Dat moet je toch even bedenken dat het constructief sterk genoeg is om die berg tegen te houden. Wauw, mooi hoor mensen. Mooi, mooi, mooi. Ja, ik loop volgens mij al 3 minuten achter elkaar om mooi, mooi, mooi te zeggen. Maar ja, het is ook gewoon mooi. Hier. Aquafun. Oeh. Dat zie je hier ook veel, hè? Aquafun, ja, dat zie je veel. Ja, ja. Ja, schitterend. Oh, hier hebben we die lift vanaf de andere kant. Voor mij is het een soort van lift. Ja. Ja? Of uitzichtpunt of zo. Ik denk eerder een uitzichtpunt. Ja, hier reden we net ook. Ja, oh ja. Nee. Ja, prachtig. Echt mooi. Echt mooi. Echt mooi. Dit is de brug waar we gisteren dus onder waren. Ja, je kan dan heel de diepte zien. Alleen ja, nu kan ik daar net niet overheen filmen. En we gaan dus, ja, hier heb je een mooie kerk, of niet zo iets in gebouw in ieder geval. We gaan dus nu richting het station. En bij het station, daar was ook ons hotel. Ze zijn hier bezig met een nieuwe trambaan aan te leggen hier door Luxemburg. En hier heb je een erg mooie, ja, mooie panden allemaal hier. Hier aan de rechterkant was trouwens ook zo'n nachtwinkel. Daar zag Kelly gisteren wel wat lopen, zitten. Nachtwinkel zeg ik maar, een nachtstripclub. Hoe heet het? Hier heb je dus echt een heel mooi gebouw. En dit is in die tuin, ja, een soort parkje. Dat hoort bij dit gebouw. Even Kelly vanochtend zitten uitzoeken. Die zoekt alles uit, hè. Dat is redactielid van de PTK natuurlijk.
die alles uitzoekt. Maar ja, dit ziet er echt fantastisch uit allemaal, die gebouwen. In België en Nederland hebben we dat ook wel eens, maar in België vooral, in Frankrijk, heb je echt wel eens achterstallige gebouwen. Ja, hier zie je dat dus gewoon echt bijna niet. Ja, is Parijs ook zo? Ja, niet helemaal. Ja, daar ga ik binnenkort achter komen. Dan ga ik met het werk naartoe, mensen, voor een feestje. Een soort van feestje. Dat zou ik wel zeggen. Maar hey, je gaat gewoon op de linkerbaan rijden. Kan dat hier? Oh! Vol de remmen in, mensen. Die toren daar, in de verte. Dat is station. Het station, ja. Ja, erg mooi is dat. Zometeen meer. We rijden weer. Oh, we moeten weer stilstaan. En we komen dus ietsjes korter bij het station. Station Luxemburg Centraal. Of is er maar één station? Nee, dit zullen er wel meerdere wegen. Oké. Okay. Dit is wel centraal, hè? Ja, dit is het centraal station van Luxemburg. Er zit ook een Burger King bij, die zit daar om de hoek. En wat hadden we nog meer? I have no idea. Maar als je dit eventjes op Google Maps wil opzoeken, dan moet je parkeren. Hé! Hey. Oh! Ja, je dacht Clio GT, maar ja, dat is geen Clio. En zwervers zitten hier s'avonds ontzettend veel. Overdag zie ik er nou ook een paar. Gisteren zag ik er niet veel, maar gisteren toen we terugliepen, nou totaal de een naar de andere zwerver / drugsdealer. Dit is gewoon, ja, oude kerk, wordt dus omgetogen. Nou, ik weet het niet. Ik denk echt dat het zo gebouwd is als een station. Ja? Dat denk ik echt. Maar dat weet ik niet zeker, maar het is in ieder geval prachtig. Nou, we gaan dus nu die straat in van het hotel. Dat hadden we eventjes, wil Kelvin laten zien. Nou, echt? Jij wil het toch laten zien? Dat hoeft niet voor mij. Oh, ik dacht dat jij zei van ik wil dat laten zien. Ja, ik kan nu wel even langs rijden. Nou ja, goed. We beginnen bij de ING. Makkelijk op de hoek natuurlijk, mensen. Op de hoek van de straat de ING. Dat is de afkorting eigenlijk. Ja, wat mensen, als iemand dat weet in de reactie, wat is de... Rijd toch door, man. Rijd toch door, man. Dat is niet de afkorting, denk ik. Nee, waar staat ING voor? Wat is daar de volledige naam van? Iets met internationaal en dan... Nederlandse... Nou, dit was dus de straat van het hotel. Ja, dit is de straat van het hotel. Nou, de Lamborghinis kwamen hier zo voor je ogen. Je hebt hier Basic Fit. Nou, daar ben ik niet geweest. Kan ik je vertellen? Nou, kijk. Daar... En hier heb je hier de nachtclub. Waar je hier dus in? Ik zeg echt tegen Kelvin, heb je een beetje rondgekeken toch wel voordat je geboekt hebt? Oh, is nu gesloten natuurlijk, want vannacht zijn ze hier druk in de weer geweest. Kijk, ziet er goed uit. 30 meter naast heb je het hotel. Het hotel. Hier, dit is het hotel. Nou, ook mooi natuurlijk. Ja, nou, weten jullie dat ook weer? Hebben jullie dat gezien? Oh, volgens mij werden we herkend vanuit dat cafeetje. Ja? Er zitten elke keer dezelfde mensen bij dit hotel. Restaurantje. Cafeetje. Nou ja, daar man, heb je een. Rijd toch door met je smerige kut Citroën bus of Peugeot. Ik wou zeggen dat het hier een supermarkt zat. Oh. Dat wou ik zeggen. Oh. Nou mensen, ondertussen zitten we alweer een tijd in de auto, toch Kelly? Oh, misschien al wel veel te lange tijd. Klootzak ben je ook. Wat? Ja, het wordt in één keer kei warm onder mijn reet. Oh, hoe kan dat dan? Ja, je had weer die smerige kutstoelverwarming aangezet, want daar word je gek van. Het is niet normaal, joh. En die warmte blijft dan een poos hangen in die stoel ook, hè. Maar de terugreis is weer goed gegaan, hè? Zal hè? Oh kut, nou deed ik me neutraal. Nee, dat vang ik niet. Door. Ja, dat is ja, goed gegaan, terugreis mensen. Is... Godverdomme kutbelg! Al die klote Belgen die vooraan dringen zijn, op donderen. Veel in de file gestaan bij Brussel. Ja, bij Brussel. Oh ja, de tering. Ik moest toch hier zo. Je staat weer verkeerd, ja, hè? Ja, sorry mevrouw. Dat is nou al de tweede keer, gisteren precies ja, hetzelfde en het leuke is dan nog eerst lopen schelden en dan in één keer de vol gooien en dan denk je, oh ik moet toch terug. En dan nu nog eens een keer toeteren, want je bent een echt agressieve rijder. Dat is niet normaal. Maar nee mensen, ik vond het een leuk avontuurtje, Kevin. Ja, ik ook. Ja. Lekker voor mijn spiegel houden, ja. Dat lijkt me ook een goed idee. Ik vond dat je het top geregeld hebt allemaal. Ik ook. Behalve dat hier zo in Antwerpen een grote rotzooi is. We zijn nog niet eens in Antwerpen. En waar dan? Dit is geen Antwerpen hoor. Ja. Dit is, hoe heet dat ook weer? Wommelgem. Tegen Antwerpen. Ja, dicht bij Antwerpen. Nee, maar ik vond het leuk. Gaan we het volgend jaar weer doen? Geen ligt idee. Aan de lijst. Ligt aan de lijst. Ligt aan ons of we zin in hebben of het uitkomt. Ja, voor de rest was het op zich best leuk. Top, prachtig land.
kijken. Toen is hetgeen wat ik ervan gezien heb. Ja, prachtige stad. We hebben een klein stukje Luxemburg doorgereden natuurlijk, hè. Ja. Luxemburg zelf vind ik het mooist. Ja, prachtig. Zou ik wel willen wonen. Nou, wonen misschien niet, maar zal af en toe langs komen, dat is wel leuk. Ja. Nee, het was bijzonder op de kermis dat het zo meerdere taal is. Ja, aan de ene kant hoor je tikka takka tikka takka, hey hey hey, en dan doet iedereen mee en dan hoor je op een gegeven moment olé. Dat olé, moet ik zeggen, dat ging iets minder goed als dat tikka takka tikka takka. Nou, dat viel op zich wel mee. Toch? Nou, bij de breakdance was het niks. Nee, maar bij de breakdance, als je zag wat voor figuur erachter zat. Ja. Doe geen uitspraak over een sport. Nee, als je het niet erg vindt. Nee, straks zit er iemand te kijken van die breakdance die er van aan Nederlands kan. Ja, nou. En dan heb ik weer een breakdance verbod. Dat is gek. Ja, maar die was niet al te vrolijk. Oh, vanmiddag? Ja. Nee, maar het was elke keer, hè? Gisteren zat er ook een andere, hè? Toen was het ook niet. Deze ook niet mee. Inderdaad. Ik denk dat het timing is. Wat dacht je dan? Geen uitspraak? Ja, ik ben gek. Ik ga een beetje uitspraken doen weer. Dan ben ik straks weer de Sjaak. Nee, ja, maar... Je mag wel wat vrolijker kijken. Oh, wat vrolijker kijken. Ja. Oké. Okay. Ja, vind ik ook. Je moet vrolijk achter de kassa zitten. Of in de kassa zitten. Zal ik maar zeggen. Ja, zal ik maar zeggen. Nou mensen, ik hoop dat je het leuk vond om een beetje achter de schermen te koekeloeren naar dit feestje. Weekendje. Kelly heeft allemaal geregeld. Dat moeten we nog even gezegd hebben. Waarom dat? Ja, dat vind ik leuk om te zeggen. Oh. Die zitten de kijkers ook op te wachten. Rijd toch door, jongens. En, oh, dat meen je niet. We moeten doorrijden. Ja, geen getreuzel, man. En dan zegt hij dat ik anders in de schelden en de vloek in de auto. Omdat ze niet doorrijden. En jij ziet gewoon de toeter uit te doen. Je bent nog erg... Oh, die mensen zouden kijken, jongen. Oh, wat erg. Oh. Ja, mensen, laat je likken. En tot de volgende video. Ja, laat even zien waar we zijn. Oh, we zijn bij Antwerpen. Kijk, op de ring. De ring van Antwerpen. Ja. Okay. Hier heb je altijd de Zinkse voor. Ja, hierachter zit altijd de Zinkse voor. Maar ja, dat hebben jullie al vast en zeker wel eens. Een traumahelikopter. Een traumahelikopter? Nee hoor, helemaal geen traumahelikopter. Ja, wat is dat dan? Wit ticket, een helikopter. Hij is geel. Nee, helemaal niet geel, hij is wit. Kleurenblind. Oh ja. Is niet te zuinig. En het is maar een heel klein helikoptertje. Mensen, laat je likken. Oh, politie. Doei. Toedeloe. Oh. Wat? Oh ja! Sportpaleis, mensen! Even nog een Sportpaleis. We sluiten af met Sportpaleis. Ja. Ja. Even kijken wie er kijk. Komt. Oh, Gesper Doel. Gesper Doel. Bluff. Bluff, ja. Michel... André Borcelli! Oeh, Jan en Jan! Oh, leuk man, Jan en Jan. Ja, doei Sportpaleis. Lik ze.